Stijn Lemmens studeerde afgelopen dinsdag cum laude af aan de Design Academy in Eindhoven met een nieuwe DAF, de DAF Reborn. Hoe ben jij op het idee gekomen om een nieuwe truttenschudder te maken? Ja, mijn idee komt eigenlijk voort uit een passie voor zowel DAF als voor de DAF personenwagen. Dus zowel DAF trucks als de personenwagen zelf. En dat komt eigenlijk uit een stukje familieverleden. Opa's die betrokken waren bij zowel de DAF-fabriek als het zelf rijden in een DAFje. Heb jij de DAF nou een beetje afgeholpen van het eeuwige suffe imago met dit ontwerp? Ja, voor mijn gevoel heb ik dat toch gedaan. Ook en niet alleen met mijn eigen restyling, maar ik merkte dat er toch best wel behoefte aan zo'n nieuw ontwerp was. Mooie vorms, hè? Ja, echt. Dit is het resultaat. Het resultaat, hè? Jezus. Dit is het model. Ja. Heb je al gebeld met Wim van der Leegte? Van, ik heb hem, jij hebt nu de autofabriek en ik heb hier een nieuw model. Ik heb nog geen contact gehad met Wim van der Leegte, nee. Maar wie weet wordt hij er toch door gecharmeerd. Ik hoop het toch nog één keer te kunnen laten zien aan mensen van dat kaliber. Gewoon omdat ik het super vind om te zien, ook omdat ik met eigen ogen heb mogen kijken bij VDL, wat daar allemaal gebeurt. En omdat dat voor mij als ontwerper zijn, zeg maar, een heel leerzaam moment is geweest.